Beste aanwachters, dodenherdenking 2021. Net als vorig jaar onder bijzondere omstandigheden. Anders dan we nog altijd gewend zijn. Oorzaak het coronavirus en de maatregelen die genomen zijn om verspreiding ervan te voorkomen. Beide trekken een wissel in onze samenleving, waar we onze ogen niet voor mogen sluiten. Ook corona is een vijand en ook corona vraagt slachtoffers. Maar juist in deze tijden moeten we de verbinding blijven zoeken met elkaar. Daarom meen ik dat het goed is om samen oorlogsslachtoffers te blijven herdenken. Hen op die manier te eren, immers gedeelde smart is halve smart. En op deze dag dan leven we mee met degene die een geliefde hebben verloren tijdens de oorlogsomstandigheden. Ook al is dat inmiddels lang geleden. Zoals bijvoorbeeld met de nabestaanden van een soldaat, gesneuveld in dienst van het vaderland. De 19-jarige Pieter Bomert bij de strijd om de brug over de Noord. Of met verwanten van een vriendin, omgekomen door een verdwaalde kogel. Bijvoorbeeld de 23-jarige Grietje Baas aan de Veerse Dijk. En nog een voorbeeld. Een familie met een kind, omgekomen door rondslingerend wapentuig. Zoals de 8-jarige Arie Plezier aan de Achterambachtse Weg. Met al die mensen die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog een groot verdriet moeten dragen, hebben we één ding gemeend. Oorlogssituatie als oorzaak van het lijden. Lijden dat vaak een leven lang gedragen wordt. En wat kunnen we tegenover dat lijden zetten? In alle eerlijkheid niet veel, niets. Wat we wel kunnen doen is er naast staan en steunen met hen medelijden. En ons realiseren dat er elders in de wereld nog dagelijks nieuwe slachtoffers vallen. Betekent niet dat we oude wonden willen openrijten of pijn, angst en gemis aanwakkeren. Nee, gedeelde smart is halve smart, niet dubbele. En straks, in doodse stilte, verbinden we 2 minuten ons lot met de oorlogsslachtoffers. Bedoeld als steun aan de familie, vrienden, collega's. Ons medelijden tonen we vandaag ook door een krans te leggen. Hier op de begraafplaats Waalhof. Mevrouw en ik leggen de krans namens de gemeente Hendrik Ido Ambacht. En ik hoop van harte dat dit de laatste maal is dat we onder deze omstandigheden onze doden eren. Want ik weet dat velen hier graag lijfelijk bij aanwezig hadden willen zijn. Aan hen wil ik zeggen, weet dat u goed vertegenwoordigd bent door de mensen die hier straks een krans gaan leggen. De heer Ayub Karso en de heer Schumacher van de Oranje Vereniging, de veteranen Theo Vellekoop en John Kluter. En verder voor de jeugd Milan de Groot en Noah Toubé. En ik wil dit moment afsluiten met een oproep. Want hoewel het goed is om samen de doden te denken, vraag ik u ook met klem: vergeet niet te leven. Vergeet niet samen te leven. Zie om naar elkaar, geef om elkaar. Vind ook buiten dit moment een weg om elkaars pijn, angst en gemis te halveren. En deel royaal uw vreugde, uw geluk en uw goedheid met uw naasten. Ik dank u wel.
Nu de storm is afgelopen. 75 jaar geleden stormde het. Er was bliksem en onweer. De lucht zag zwart. Toen kwam de wind uit het westen en de wolken werden verdreven. Tenminste, nog steeds. Na al die jaren kalmte in de lucht, zien we kleine wolkjes. Waarschijnlijk zullen ze over de jaren heen nog kleiner worden. Maar ze zullen er altijd zijn. We zullen nog altijd sporen vinden van de storm. Van deze kleine wolkjes in onze hoofden en harten kan de wind niet wegblazen. Eindelijk vrede. 76 jaar geleden. De oorlog is voorbij. Eindelijk een bevrijding. De verschrikkelijke tijd is klaar. Geen pijn meer. Geen schoten. Geen doden. Vrede. Eindelijk vrede. Overal huilende moeders en kinderen. Nu niet van verdriet, maar van blijheid. Vrouwen zoeken naar hun man. Man. Naar man. Naar man. Zoeken naar hun man. Kinderen die man na man na man afzoeken, zoekend naar de goede vader. Maar ook kinderen die hun vader omhelzen. Eindelijk vrede, eindelijk vrijheid. Geen pijn meer, geen schoten, geen doden. Vrede. En toch, het verdriet blijft van man na man na man die omgekomen zijn in een verschrikkelijke oorlog, vol pijn. Vol verdriet. Maar toch, iedereen is blij. Blij. Eindelijk vrede.